Helemaal leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe update video op de woensdag. En ik ben zo heel erg benieuwd, want we hebben allemaal een nieuwe quest. Oh mijn god, oké. Een nieuw gebied en allemaal superleuke dingen. Oké, dus we gaan gewoon gelijk even kijken. Ik heb trouwens helemaal nog niet het nieuws gezien, want het nieuws staat nog niet online. Ik ga nog even kijken op mijn telefoon, heel gauw eventjes. Nee, het staat er nog niet op. Maar goed, we hebben hier wel een soort van nieuws. Dus, hier staat. Trek dieper het wilde woud in en ontdek kuddes die zich in het wilde woud hebben verstopt. Oh mijn god, zo benieuwd. Heb je een kudde gevonden die je aanspreekt? Speciale kleding voor jouw kudde. Nou, ik heb al een beetje gekeken naar waar ik welke outfit ik het leukst vind. En dat is de middelste. En dat zijn de Warriors, als ik het heel goed heb. Er komen ook drie Stark... Nee, sorry, geen drie Starkman codes. Drie normale codes. En dat zijn codes voor deze hoedjes. Maar, goed opletten, je kan er maar één redeemen. Dus je moet gaan kiezen, wil ik bij deze horen, wil ik bij hun horen of wil ik bij die horen. En nou ja, we gaan straks zien, misschien verander ik nog van mening, maar ik vind deze gewoon heel mooi eruit zien. Maar goed, dat zien we allemaal straks. Ook voor je paard, bekijk de accessoires voor jouw kudde. Ja, oké. Nou, weet je wat? Ik ga even kijken, geheimzinnige hoef uitdrukken. In het Sequoia plateau. En ik zit lekker even op Grand Smash en we hebben onze Rangers outfit aangetrokken. We waren heel goed voorbereid. We moeten natuurlijk ook op dit nieuwe avontuur. Ik ben echt zo benieuwd. Ik hoop dat ik niet heel veel lag krijg. Als er echt 100 mensen er zijn. Maar goed, dat zien we dan alweer. Zoveel leuke nieuwe dingen. En ik hoop zo erg dat we veel XP krijgen. Want dan ben ik gewoon richting... Ik ben gewoon richting level 22 aan het gaan nu. Dus ik hoop het echt. Ik hoop het echt. Bij vraagt ik. Oké. Okay. Er is nog niemand. Deze sporen zijn volgens mij niet van de paard van de Jorvik Rangers. Vindt de eigenaar van de gespleten hoefafdruk. Nou, ik zie niet echt wat. Maar goed, het zal wel. Oké, we moeten de sprankeltjes volgen. Hier is de volgende. Ja, dit gaat denk ik naar die brug toe leiden waar we al een beetje... wat we allemaal een beetje al wisten. Oh ja. Oké. Okay. Oh, het hert. Daar is die weer. Het geheimzinnige hert. Hij zegt kom mee. Of zegt hij dat niet? Oh, dit glitcht altijd. Laten we hem volgen. Vind ik een goed idee. Oh, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het heerlijk. Eindelijk quest. En een nieuw gebied. Wacht, ik heb de map nog helemaal niet gezien. Oh, kijk nou. Dit is een nieuwe map. Oh, god. Oké, we moeten het beest even volgen. Oh. Hij is wel echt heel erg mooi, hè? Ja, heel leuk. Kijk, hier komt die... Dit is die Pandoriaanse brugding. Komt hier. Oké, waarom heeft hij ons hier naartoe geleid? Volgens mij wil hij dat ik hem help. Veel XP. Oh. Help het mysterieuze hert. Ik denk dat ik hem moet afstappen. I'm not so sure. But... Volgens mij wil dat ik hem help. Ja, dat kan. Oké. Oh. What am I doing? Dat hij met krachten of zo. Oh. Ik zat al te bedenken hoe we die brug gaan maken. Maar dat doen we dus met krachten. Dat beest helpt ons. Laten we dit pad volgen, Grand Smash. Yeah, let's go. Oh, dat vind ik heerlijk dat die mensen verdwijnen. Oh, wat mooi. Oh, ik dacht echt dat het alleen maar van die hout was, weet je wel. Maar het is gewoon echt een mooie brug. Oh, dit vind ik heel gaaf, jongens. We zijn in een nieuwe gebied. Oh, en hier is ook... Oh, ik vind het zo leuk. Oh, hij gaat heel snel. Waarom ga je zo snel? Je bent echt veel te snel. Ik wil gewoon even genieten van de natuur. Oh. Oh, donker. Huh? Wat is dit? Oké, wacht even. Dit moet ik melden in mijn club.
Are you kidding me, Star Stable? Are you kidding me? Okay, this is a glitch. Okay, dit is echt een glitch. Okay, ik ga even op Instagram. Even kijken of Star Stable al iets gepost heeft. There seems to be a glitch with the new area. We are all trying to do the quests. Ik ben even op Instagram hun een bericht aan sturen. But we are sent back because we are in a closed area. Oh no. Oh, dit vind ik heel jammer. Ik kon de reactie niet plaatsen. Waarom kan dan weer mijn reactie niet geplaatst worden? Nou jongens, ik ben zo meteen terug wanneer dit over is, I guess. Ik hoop dat het heel snel is. Oké, tot zo. Hoi allemaal, daar ben ik weer. Het is nu 2:30 middags. Wat je daarnet hebt gezien was 10:30 vanochtend. Het is dus eindelijk gefixt. Star Stable had een hotfix gemaakt, volgens mij. Zo heet dat. In ieder geval een fix. En nu kunnen we dus volgens mij erin. Dus een dik 4 uur later. Het is ook echt super warm buiten. Ik heb wel echt uren staan wachten bij die brug. Om te wachten op een netwerkfout, maar die kwam maar niet. Dus toen ben ik maar gewoon buiten gaan zitten, want het is echt super warm. Maar ja, blijkt dus dat het nu wel weer kan. Dat het nu werkt. Dat hoop ik echt, want mensen zeggen echt dat er veel quests zijn en zo. En ik ben gewoon heel benieuwd. Ja. Wat ik trouwens in die tijd wel heb gedaan is even kijken nemen in de Global Store. En daar heb je zoals je ziet alle outfits. Van wat je ook in het nieuws zag, zeg maar. Dit zo. Maar je kan dus waarschijnlijk, ik weet het niet zeker of dat nou echt zo was, dat had ik net ook al verteld, met een code een van de 3 hoeden gratis krijgen. Dus koop ze niet alle 3 al van je eigen geld, want volgens mij kan je eentje kiezen die je gratis wil hebben. De rest kan je ook krijgen, maar dan moet je die kopen. Maar ik weet dat nog niet, dat gaan we gewoon nu even zien. Laten we dit pad volgen. Ja, let's go. Nu wil ik ook gewoon lekker gaan. Ik heb er zo lang op gewacht. De video komt dus echt zeker niet om 3 uur online. Ik denk dat we dan nog misschien zelfs aan het opnemen zijn om 3 uur. Het is nu 2:30 precies. Dus, nou ja, goed. Geeft niks. Iedereen is nu later natuurlijk. Ik ben gewoon heel benieuwd. Zo mooi hier. Ik hoop niet, ik ben zo bang nu dat ik weer. En als moet ik even weer inloggen. Volgens mij ben ik nu verder dan eerst. Oké, ja, we zijn er. Hinnikdal. Oh wow, dat is wel leuk. Paarden. Wat? Wauw. Oh. Paarden staart door. Wat? Oké. Is dat wat ik denk dat het is? Oké. Oh. Op mijn weg naar het Wildwoud. Oké. Veulentjes. Dit zijn de Jorvik wildpaarden in veulens. Dit is Rosemary. Dus met bloemetjes. Ik weet nog niet helemaal precies hoe dit allemaal werkt. Maar daar gaan we nu achter komen. Ik moet trouwens nog maar heel weinig XP. Dus ik hoop echt dat ik een beetje. Hallo? Oh, ken ik. Ja. Oh nee. Allemaal mensen. Ik was zo blij dat. Oké. Je hebt je eerste reputatie verdiend met de woudpaarden. Welkom. Maar wat doet die flink uit de kluiten gewassen eekhoorn zonder vacht op je rug? Is het wel een eekhoorn? Wacht even, praat hij nou over mij? Wat? Ik vergeet mezelf voor te stellen. Ik ben Rosemary en die kleintjes zijn Sapling en Sprout. Wat schattig.
Welkom in het Wilde Woud. In dit deel wonen 3 kuddes wilde jurfpaarden. Ooit waren we 1 kudde, maar generaties lang gekibbel heeft ons uit elkaar gedreven. Nu leven we gescheiden met onze eigen cultuur en ons eigen geloof. De Vullens en ik horen bij de woudpaarden. Oké, bedankt voor het warme welkom. Kun je praten? Heb je het tegen mij of tegen mijn paard? Ik ben wel benieuwd of die tegen mij of mijn paard heeft. Wat? Een pratende eekhoorn? Wacht eens even, jij bent helemaal geen eekhoorn, hè? Jij bent geen eekhoorn, jij bent een... Een mens! Wat is een mens? Zo te zien, wauw, lekker Nederlands met een S allebei. Een eekhoorn zonder vacht en staart. Wauw, sarsibel. Volgens mij hebben jullie iemand in de redactie met dyslexie. No offense, but... Sorry voor onze reactie. We zien jullie soort niet zo vaak. We begonnen al bijna te denken dat jullie alleen in verhalen bestonden. Met lange benen, 5 puntige hoeven en 3 hoofden. What? Sapling, spreek je niet tegen een gast. Zoals je ziet laten de manieren van de villains te wensen over. Hoe heet jullie? Ik ben Riley en dit is Grand Smash. Oké, I like this. Och, kijk nou hoe die villains kunnen liggen. Oh, dat vind ik echt te schattig. Oh. Wat leuk om jullie Grand Smash en Rally tegen te komen. En jullie kunnen zelfs verstaan. Dat was die oude met die baard. Bedoelen ze dan die oude met de baard? Is dat een Herman of... I don't know, I'm not so sure. Ik heb geen idee. Ik weet niet wat ik allemaal aan het zeggen ben. Jullie zijn allemaal helemaal vanuit de grijze buitenwereld hier naartoe gekomen. Ik heb een vriend buiten het Wilde Woud die daar ooit naartoe is gegaan. Op 8 grauwe wegen langs torenhoge gebouwen is gelopen. Lijkt me een interessante plek om te bezoeken. Een slokje denken. Oké, het was heel betrouwbaar. Zeker als een lichnos je hier naartoe heeft geleid. Hij vermijdt ons al. Lessa. Oh, lichnos. Dat is het dan, die hert, lijkt mij. Ik vraag me af wat hij in je ziet. Mens? Dit is het Hinnikdal. Dit land is van de woudpaarden en hier doen we lekker waar we zin in hebben. En omarmen we onze manier van leven. Het is ook de plek waar ik Sapling en Sprout alles leer over het leven als woudpaard. Vandaag hebben we in het woud alles over mooie bloemen geleerd en hoe je ze moet plukken. Oké, ze hebben echt precies die V en de F, de S en de Z, hebben ze allemaal op gram gedraaid. Oké, dat klopt, schattenbout, maar zoals ik je al eerder heb verteld, je mag de bloemen niet opeten. Misschien is dat trouwens wel extra gedaan, omdat die veulen het zeggen of zo, geen idee. Want deze die praat gewoon normaal. Kom verder, Ali, stel je zo voor aan de rest van de kudde, ze bijten niet. Doe alleen bij eekhoorns. Sapling, wat had ik nou gezegd? Of opmerkingen over anderen. Zucht. Maar goed, aan de overkant ligt paardenstaartdorp. Dat is super schattig. Waar de 3 kuddes in redelijke harmonie leven en handel drijven. De andere kuddes leven heel anders dan wij woudpaarden, maar er zijn zeker ook overeenkomsten. Er is bijvoorbeeld 1 ding dat ons bindt, de schildwacht. Dat is de reusachtige boom midden in het woud. We kunnen hem niet missen. Piep, kijk uit. Oh, dit is Ash, of niet? Weet je dat ik Ash heel graag wil kopen? Ik wil deze zo graag kopen. Maar natuurlijk, ik heb helemaal geen wildpaard. Ik heb helemaal geen Jorvik wildpaard, maar ik wil graag Ash, maar die is dus niet te kopen. Dat is echt superkut. Bries, wat hebben we hier? Een getemd paard en zijn mens. Jullie kunnen maar beter teruggaan naar je stal en wat droog gras gaan kouwen. We doen hier niet aan teugels, jullie zijn gewaarschuwd. Oké, bye. Yo, kom hier, tits, mate. Sorry voor deze uitspraken. Ash komt gewoon op voor de kudde. Ze hoort bij de krijgers en de kudde is niet altijd even vriendelijk voor nieuwkomers. Toch wil ik bij de krijgers horen. I guess. Ze bedoelt het niet kwaad. Nou, Ash en haar kudde zijn pestkoppen. Oh, dat vind ik wel een beetje zielig. Ze vertrappen hun bloemperken met hun superwedstrijdje aan zo sneu. That's not really nice. Dat je niet door het frat van ijs en wijd van de wijs brengen. Jullie moeten nog kennis maken met de rest. Ik probeer een beetje redelijk alles te lezen. Hopelijk kom je nog meer kudde genoten. Want anders duurt het video echt heel lang. Namelijk. Oh, ik moet even kudde genoten gaan zoeken. Het is wel erg heel erg mooi hier. Oh, hier zijn die kudde genoten. Oh jee. Wat? Als ik die gebarsten hoeven en die wilde onzorgde manen zo zie, heb je drinken en wellnessbehandeling nodig. Oh. Eerst een hoefbad. Een grondige wasbeurt.
klinkt als een beleving. Onzin, ergens in de wereld houdt geen plek voor mij. Wie je beter kan spannen. Oh, oké, mijn paard krijgt dus geen wellnesbehandeling. Dit ziet er heel erg gaaf uit, ik weet niet wat het is. Maar... It is nice. Ik hoor een uil, oeh. Hallo. Crab apple. Gloednieuw gezicht in het eeuwoude woud. Die is ook mooi, die hebben we niet ook, toch? Welkom, dus je kom twijgen een blad thee. Is iets dat je wel weet over de woudpaarden? Het enige wat we hier kunnen is genieten van schoonheid. Alright. Ik ben heel benieuwd naar dit shopje, dus gaan we wel even kijken. Bevriend. Maar kan ik deze dan ook niet op mijn paard neerzetten? Denk het niet. Ik denk dat die alleen op wildpaarden kunnen. Which is kind of logic. Is logisch. Maar ja, ik heb geen wildpaard. Die moet echt komen en ik verzeker jullie ook dat ik echt wel eentje ga kopen. Maar gewoon nog niet op dit moment. Ik wil gewoon die ash kunnen kopen. Deze hebben we ook niet, deze kleur. Volgens mij. Is het net iets anders? Ik heb eerlijk gezegd niet echt de energie om dit te lezen. De tranen van Aydin. Ik vind dat niet heel interessant. Kan ik hier doorheen? Oh. Bikhoef, nee. Dat kan niet. Kut. Moet die kant op. Beschikbaar. Ja, het is wel rustgevend hier. Ja. Aan het geklust worden heb je jezelf andere leden voorgesteld. Juniper. Hopelijk heb ik jullie een beter beeld van de kudde. Ontdek kuddes, ja. Oké, daar ga ik heen. De Mystique of zoiets, dat heet die andere kudde. Mystics is in het Engels, which sounds prettier. Maar ja, we leven eenmaal in Nederland. Oh, ik ben helemaal moe geworden van dat wachten, joh. Niet normaal. Oh, hier leeft die andere kudde al. Of... Oh ja, dit zijn de Mystics. Ook wel mooi, maar ik hou niet zo van deze blauwe kleur. Alder. Wat een schild wachten op een rijtje, zeg. En waard een nieuw gezicht door ons heilige woud. Ken jullie namen? Het gezicht in het licht van Aydin liet me al zien dat jullie onderweg waren. Oh, dat is nice. Ik ben nog de ogen van de jonge hengst en de oren en de eekhoorns fluisteren in wat hier allemaal gebeurt. Heel mooi, dat hoofdstijl vind ik echt heel erg mooi. Toelig meenemen naar de boom. De rest van de kudde bevindt zich in het noorden. Dan gaan we even daarheen, joh. Ik vind het goed. Zit ik alleen wel op het goede pad? Of ga ik nu helemaal verkeerd? Oh. Jeet. Oh. Kom op. Yep. Ja. Wauw. Waarom die al die Pandoriaanse shizzle? That's scary. Het is echt groot hier. Zijn er trouwens nieuwe sterren? Hoe kan ik dat ook weer zien? Oh, mijn boekie. Verkeerde boekie. Ik ben zo noob. Echt zo noob. Er zijn nog geen nieuwe sterren. Dat komt natuurlijk later. Dat komt later. Oké, hier is de rest van de kudde. Ah. Het is heel magisch. Oh, een veulen. Ik kom hier naar beneden echt niet. En ook niet... Niet voor hazelnoten. Dit trap ik niet meer in. Wacht eens, je bent mijn moeder niet. Zij denkt dat ik geen eekhoorn ben. Maar ze heeft een misje voor me thuis in de bomen. Wat hebben die beesten met eekhoorns? Oh, hij zit. Waarom draag je al die stoffen dingen? In de buitenwereld dragen?
paard doet net alsof ze... Ja, ze doet net dagen dezelfde kleur outfit. Dat lijkt me ontzettend leuk. Ik krijg al mijn eekhoornvrienden lijken. Zeg, waarom noemen ze ons eekhoorns? We don't even look like it. Please. Oh nee, doe ik het stuk. Oh. Ik ben blij dat we eindelijk hierheen kunnen. Wauw. Heel apart. Willow. Dus je hebt letterlijk de manen van die ene en de ash. Wachten. Leuk om met jullie kennis te maken. Ik ben de lucht aan het bestuderen. Die heeft ons veel te vertellen. Als je naar boven kijkt, wat zie je dan? Dode planeten, nee. Sterrenbeelden. Dus een groep sterren in het westen vind ik het mooist. Oké. Hartstikke leuk, Willow. Tot de volgende keer. Dan ga ik verder. Naar meer paarden. En hier moet er ook eentje zijn. Ja. Niet. Dit is filosoof van de mystieken. Oh, wauw. Die dingen op zijn kont. Dit. En die bracelets. Dat vind ik echt gaaf. Adem uit en strek. Doe de neerwaarts eekhoorn. Waarom eekhoorns? Waarom? Vertel me eens, nieuwe geest. Waarom ben je naar ons heilige bos gekomen? Ik ben op zoek naar actie. Oh, nu ben ik aan het verkeerde adres. Gebeurt hier nooit wat? Oh. Well, that's sad, I guess. Maakt niks uit. We gaan gewoon. Jongens, hoe mooi zou het zijn als ik gewoon level 22 werd. Ik hoop het, maar we moeten echt nog wel, ja, een stuk. Ja, een klein stukje wel, maar ik weet niet of het genoeg is. Ik hoop dat jullie warm welkom hebben gegeven. Op dit moment zou ik graag jullie hulp inroepen, want er is iets ergs gebeurd. Oh no, daar gaan we het krijgen. Ons offeraltaar bij de schildwacht is verwoest. We moeten het snel weer opbouwen, anders loopt onze band met schildwacht gevaar. Wil je ons helpen? Yeah, of course. What the fuck? Heel veel gele rondjes. Oh, ik hoef er 5. Te veel gele rondjes. Voor mijn hoofd om te verwerken. Je hebt verzameld. Wat heb ik verzameld? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Offergraven. Oh, offergraven. Oké. You know what? Let's go. Oh, dit is een hoorn en zo. Grasjes en weet ik veel. Oké. Ik vind het tot nu toe een beetje weird. Paarden als NPC's. Sinds wanneer kunnen we met paarden praten? Ja, met ons eigen. Ik snap het ook niet meer. Deze is prima. Mystieke dank jullie vanuit de grond van een schildwacht had. Krijgers wachten op jullie komst. Ja, ik wil daar heel graag heen, want ik wil daarbij horen. Ik wil mijn laatste slokken drinken. Jammer. Let's go. Is hij hierin? What? Where is he? Ben ik nou heel erg blind? Ben ik heel blind? Oh. Huh? Dit was raar. Ik dacht dat ik hier een poppetje moest zien of zo. Of een paard. Ik moet denk ik hier naar boven. Ah. Dit is echt inderdaad, iemand zei al Lion King vibes. Van de krijgers. Ja, maar dat is het ook wel echt. Het is echt heel erg. Heel gaaf. Maar ik hou van die krijgers. Ik wil erbij horen. Ja. Ho, wie is daar? Ho, daar komt niet dicht bij je menugebied van de krijgers. Wat is het doel van jullie bezoek, buitenstaander?
ben gewoon een kale eekhoorn, maar nee, ik wil kennis maken met krijgen. Help, het praat, soortgenoot. Zorg dat de eekhoorn geen Frans uit had. Goed dan, jullie mogen verder. Nou, ze vertrouwen ons wel blindelings. Hou jullie in de gaten houden. Kom verder, ja, dat zei je net ook al. Oké. Ik ben hier heel benieuwd. Ik vind dit wel een heel gaaf stuk. Met die soort van slagtanden en zo. Ja, heel erg. Heel erg mooi. Is dat een... Kunnen we hier deze doen? Oh, wat als hier een championship komt? Dat is echt geniaal. Rocco. Ook een mooie kleur. De Nibelang heeft het domein van de krijgers bereikt. Nieuw bloed in het wilde woud. De bewakers heeft jullie doorgelaten. Dus is alles in orde. Ja, ik ben gewoon lief. Ik ben Rocco. Ik zorg dat ik er overal voorbereid is. We racen, slopen, trommelen. Alleen de sterkste overleven. Vind ik. Jullie zijn dus ook alleen Grand Smash. Het gerucht over jullie komst naar het wilde woud gaat als een lopend vuurtje. Ik zal jullie wat vertellen over een generatielange geschiedenis. Oh. Ash. Ik ga Musgrave zien. De kleine haarbouw komt hier spioneren. Wat moet je eigenlijk van ons tweebenig figuur? De grijze wereld van je is vast veel interessanter dan ons dorpje. Anders waren niet zoveel van hier naartoe vertrokken. Ik wil hem kopen. Ash, denk aan je manieren. De Rudy en Crunchmash komen gewoon even langs. Rocco, ga je nu net doen alsof je aardig bent, zodat je ze straks te grazen kunt nemen? Of laat je nu onbekommerd buitenstaanders ons gebied binnendringen? Nou, jullie moesten ons maar eens van je goede bedoelingen overtuigen. Zijn jullie klaar voor een uitdaging, Crunchmash? Yes, sir. We are. More than ready. Kom maar op. Zo zien we jullie anders in huis om jezelf tegenover ons te bewijzen. Ga naar de rots van de kerst en praat met Tamboer. Daarnaast via inwijdingsritueel plaats. Alright. Off we go, I guess. Let's go. Ik vind het gewoon een beetje weird vibe. Omdat het met paarden is. En nu lijkt het net alsof ik in een of andere Disney film speel ofzo. Niet dat ik het niet leuk vind, ik vind het heel erg leuk, maar it's just kind of weird. Oh, moet hier zijn. Dan moet ik hierheen. Waarom is dat zo raar? Niet. Let's go. Oh, ik moet helemaal die kant op. Oké, dan gaan we dat lekker doen. Nog een keer spring. Oh, is dat een trommel? Oeh. Gnoefje betreedt het ceremonieterrein en wil zich aan een test onderwerpen. De dag van je beproeving is gekomen, buitenstaander. Kanaliseer de energie van de almachtige krijger. Je moet zo snel mogelijk galopperen en zo hard mogelijk op de trommel springen als je kunt. Pas dan zal onze kudde je voor vol aanzien. Kun jij dat? Girl. Are you even asking? Yeet. Boom. Wauw. Ook mooi. We hebben een nieuw kampioen. De buitenstaander heeft zijn kracht bewezen. Serieus, om de trommel springen. Oh, hilarisch. Het is je geluk. Netjes doen die snel de ronde. De manier waarop je van de rots op de trommel sprong, ongelooflijk. Puur kracht wordt zichtbaar. Nou, dat is mooi. Juniper was hier zojuist en hij zocht jou. Buiten onze bijeenkomsten mogen we eigenlijk niet met elkaar praten, maar voor jou heb ik een uitzondering gemaakt. Je moet met hem praten, hij wacht op je in het Hinnikdal. Dan moet ik helemaal weer terug en ik ga de verkeerde kant op, dus ik moet die kant op. Oeps. Ja, leuk. Ik vind het mooi hier hoor. Echt heel erg mooi. Kan ik echt super gave foto's maken. Oh, een mooie brug. Het is wel in all nature. Oh, waar is dan die... Ik moet, zeg maar, als ik nu rechtdoor zou lopen, dan kom ik in, denk ik, die nieuwe homestable. Maar daar zijn we nog niet geweest. Dan komen we met de quest, denk ik, zo meteen wel. Want dat zie je wel, want hier, die trailer staat hier zo. Oh, ik liep even vast. Oh ja, en ik had in mijn vorige video's gezegd dat met mijn
klachten had, als heel vermoeid en zo. En dat heb ik nog steeds. Omdat ik heel wat vitamine tekort heb. Dat is eigenlijk uit mijn bloedtest gekomen. Maar dan, daardoor kan het dus klinken alsof ik echt heel moe ben. Want dat is dus blijkbaar ook zo. Dat is dus eigenlijk 9 van de 10 keer ook altijd zo. Maar ik probeer het zo mooi mogelijk te brengen, de video's. Beste bloemenvriendin en trager, die heeft ons getroffen. En we hebben geen idee wat we moeten doen. Er is alleen verschrik gebeurd. Bloemen waar ik de vullings over vertelde zijn vlak voor onze snuiten weggehaald. Ik had even omgedraaid, toen hadden de bloemen verdwenen. Maar daar heeft een spoor met bloemblad. Ik denk dat het Ash is, want Ash haat ons. We gaan het gewoon even doen. Even Ash pakken. Terwijl ik echt fan van Ash ben. Wat een raar geluidje als dat. Het is vast het pad waar Juniper het over had. Dit pad is best lang. Laten we volgen. Cashmere en ik. Oké. Nou, let's go dan maar. Oh, ik moet op klikken. Oh, ik dacht dat het automatisch ging. Zeer vervelend. Dan moet ik heen. Oeh, deze kant op. Oh. Oh. It's not Ash. Het is Willow. Hey, het is niet wat het lijkt. Of misschien is het over slechte eerste indrukken gesproken. Of ik wilde de bloemen van de Vullings niet stelen. Ze leken me zo aardig. Weet je, ons offeraltaar, het is verwoest. Alweer viel ons op. Offergaven bedanken wij de schildwachten van de rijkdom van het woud. Ja, het offeraltaar is weer opgebouwd. Ik heb alle geholpen om het offer te zamelen. Iemand verwoest steeds onze altaren. Het is een lid van de krijgers. En ach, meer hoef je niet te weten. Oké, Willow. Ik moet er met haar over praten, dan kan ik niet alleen. Je lijkt een begripvolle ziel, Riley. Zou je me willen steunen? Goed te gaan, wie steunt me, hè? Natuurlijk. Rocco, Ash, jullie weten wel waarom ik hier ben. Willow, kom je nu ook de krachtproef doen nadat Riley ons tijdens de trommelceremonie totaal heeft verrast? Die onzinnige altaren, je gaat mij vragen of ik ze niet langer wil verwoesten, zeker. Hoe voorspelbaar. De overaltaren zijn diep geworteld in het geloof van de mystiek. En zonder de altaren kunnen we niet aan de schildwacht offeren. Het einde van de traditie die al generaties meegaat. De kracht van echt te krijgen moet regelmatig getest worden. Ik geef niet op wat druk op mijn pad komt. Dat kun jij niet, hè, zus. Jij hebt onze hele manier van leven verkwanseld. Kappen, Ash, daar gaan we het niet over hebben. Zo weinig energie om dit te lezen. Oh, ik vind het ook niet echt een heel interessant verhaal of zo. Ik snap er niks van met die altaren en zo. Ik zul jullie zien. Vind de schildwacht. Ja, ik wou wel een beetje benieuwd daarnaar wat het dan is. Nou, daar gaan we dus nu heen. Oh, Lord, don't tell me I'm stuck. Don't fucking tell me I'm stuck. Oh. Oh. Oké. Oh, oké. Ik ben los. Ik weet niet wat dit allemaal is. Oh, wat is hier? Oeh, gaapje. Oeh. Oh, bij de Pandoria's meuk. Oké, het is hier dus. We zijn precies op tijd. Geef me alsjeblieft nog even 600 XP, dan ben ik blij. In de taal. Het zou niet nodig zijn geweest als jullie niet zo brutaal onze bloemen hadden gepikt. Ik vind hem heel mooi, deze. Dat vind ik echt heel mooi. Grom. Het spijt haar niet, dus. Ik heb hier weinig zin aan. Akkoord, dat vind jij? Oh shit. Nou moet ik gaan zeggen wat ik ervan vind. Waarom? Ja, zijn we weer. Zo. Wat geruzie. Oh ja, ik zei. Oh ja, je moet gewoon rond kunnen rennen om sterker te worden. Kijk, als ik deze kies, dan zeggen ze. Ik hoor bij de krijgers. Bij die andere en die weer bij die woud. Dus ik ga gewoon lekker.
Nou, toppie. Ik wil gewoon lekker bij jullie krijgen horen. Ga naar het schildwacht. Oh, ben ik daar nog niet? Hoe was het om de kus? Iedereen dacht dat ik een eekhoorn was. De kus zijn uniek. Willow. Schilwacht aan beneden, mooi. De grond onder ons trilt gewoon. Broek van Hartwood. Er hangt iets magisch in de lucht. Hier woont de lichtmos, een dier dat met de boom verbonden is. Anderen voelen deze band niet. Oh, allemaal quests. Yay. Oh, wat veel. Oh, dat is wel heel veel. Ja, gewoon doen. Ik kost mijn energie echt op. Weet je wat het is? Ik wil graag een film hebben. Elke missie die ik nu heb. En, oh ja, hier. Okay. En ook dat ik level 22 word, want dat zit er misschien wel aan te komen. Maar ja. Hoe daar, weet je wat ik heb? Ontdek de doorgang. Wat is het wachtwoord? Wauw. Dus, waar komen wij nu uit? Grijze wereldkloof. Wij wonen dus in een grijze wereld. Is het dan in? Oh my god. Oh, dit is natuurlijk bij Firgrove. Dat pad. Wat dus zo geblokkeerd was. Ja, oh dat is hilarisch. Dat is wel gaaf. Niet hilarisch, dat is gaaf. Rare woordkeus weer, Riley. Nou, toppie. Waarom doen we zoveel quest? I love it. Oké, we gaan verder. Welke gaan we eerst doen? Welke is het dichtstbij? Rechtdoor. Ja, maakt het niet uit. Het is eigenlijk allemaal even ver. We gaan wel deze. Ik wil eigenlijk naar die ene. We gaan naar deze inderdaad, want hier is dichtbij de trailer. En ik wil graag die trailer even ontdekken. Oh, we moeten weer naar de overkant. Zodat ik ook met de trailer hierin kan. Snapt u? Deze video wordt heel lang. En ik heb net ook al gezien dat de vorige stuk weer niet ging kloppen met de audio. Omdat die lang duurt. En dan gaat de audio, gaat de videobeeld gaat versnellen. En op een gegeven moment klopt audio niet meer. En ik heb zo weinig zin om dat te gaan editen. Maar oké. Heb je toevallig een veulen met blauwe manen gezien? Oh ja, dat heb ik gezien, ja. Dat is het veulen. Dit is dus die moeder, of niet? I don't know. Ziggy, ja. Hoe is Ziggy? Moet ik hierheen? Ik weet het niet. Ik ga eventjes gewoon hier even kijken bij de shops. Nee, dit kan ik allemaal niet op. Die bloemetjes zijn leuk, maar deze rest heb je ook in een global store. Oh, ik kan niet hier doorheen. Oh. Oh nee! Jesse zit hier ook al eens van, hè, waar de fuck moet ik heen? Waarschijnlijk. Oké. Okay. Oei. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik moet hierheen. Misschien moet Scarlett hier ook wel heen. Jessie. Who knows? Oh. Niet. Oh, oh. Ow. That hurts. Ja, jongens.
Oké. Oh. Piep piep. Oh, dit is een echte eekhoorn. Oh, kijk nou. Oh, zie mij lekker spacen. Precies dat ik probeerde ik zojuist te vertellen, maar ze luisteren niet. Oh, het is Crunch Smash die verkleed is als haar mens, Riley. Vergeet je niet. Ik heb brief. Oh, kijk nou, wat schattig zie dat beest dan zitten. Je wilt het toch opeten? Ik heb hier een uitroeptekentje. Sorry, ik ben vandaag helemaal in de wolken. Weinig zin om dit te lezen nog steeds. Oké, voor altijd jaard. Geen idee waar ik dat op had geantwoord, maar... Zoek het voorwerp. Oké, dan gaan we eerst naar die uitroepteken. Hoe kom ik daar? Het is echt hoogste tijd voor mij om een Jorvik wildpaard te gaan kopen. Ik moet het eigenlijk echt gaan doen. Oh! Of course. Kom, paard, lopen. Waarom lukt het niet? Come on. Je rammel op dat toetsenbord. Even doorlopen. Moet daar eigenlijk wel hier zijn? Ik weet het niet. Ja, volgens mij wel. Oude arena, oké. Ja, ik denk dat ik hoop dat hij een race komt of zo, of een champ of iets dergelijks. Staan die hier op? Moet ik hier bovenop zijn? I guess, I don't know, I'm not so sure. Ja! Bezorg de brief bij Rocco. Blablabla. Oké, ja. Ik weet niet wat ik zeg. Volgens mij zit er race. Oh. Amuletten. Ik wil niet. Wat is die ijs nou verschrikkelijk irritant dan? Ik wil het best proberen. Ik weet niet wat ik moet proberen, maar... Wat heb je veroorzaakt, Riley? Ik zie je bij de ouderen, je weet wel, die plek bij de grote stofgevlakte. Ja, dat wist ik tot nu. Een soort van. Oh! Jee, ik heb het overleefd. Oh. Super top. Ik mag nooit meer zo besluipen. Oh, ik ga help Ash mijn spullen te vinden. Oh. Jongens, ik kom dichterbij. Die level up. Het is een veer, ja dus. Is dat niet goed dan? Een gepolijste edelsteen van Onyx. Een stuk bot. Nou, top. Wederom weer op een bepaalde plek staan dat ik die. Dat ik. Kijk, weet je. Ik krijg nu niet hier een uitroepteken boven. Dan moet ik weer op een bepaalde plek. Weet ik veel? Ik snap het niet. Hallo! Oh. Hallo! Ik ben klaar met de quest. Geef mij gewoon mijn XP. Kijk, dat is toch niet leuk. Had ik net ook al een keer. Moet ik gewoon op hem klikken? Oh. Ah, ik had gewoon op. Oké. Dit is niet voor mij gemaakt. Voor mijn verschrikkelijke, niet verzoekende brein. Oké. Oh. Luister naar het verhaal. Nee, dankjewel. Oh, dat vind je ook niet. Ja, band voor zussen, tussen zussen is voor altijd. Helemaal mee eens.
Help Rocco aan de zoektocht. Oh, laat ik dat maar wel doen. Want dat moet ik toch doen. Oké, nu kan ik het ook niet meer wegklikken. Dus nu moet ik het doen. Maar je moet eigenlijk... Ik zou jullie aanraden om echt die... deze dagelijkse shit gaan doen. Omdat er gewoon, ja... Om die spullen te kunnen kopen. En ook gewoon voor komende missies. Dat is bij de Jorvik Rangers. We all know that. Konden op een gegeven moment konden heel veel mensen gewoon niet verder. Omdat ze de dagelijkse shit niet hadden gedaan. Dat is gewoon zonde. Want je wil natuurlijk allemaal gewoon verder. En nieuwe missies krijgen. En meedoen met de races die je krijgt. Dus ja, dan, je moet dan gewoon wel grinden elke dag. Dus dat is gewoon even een tipje. Ik zou het gewoon doen. Ik weet dat het soms heel erg saai is. Maar ik zou het gewoon doen. Oké, nou, nu gaan wij deze kant op. Oh, nu mogen wij richting... Ik weet niet. Ik ken deze map gewoon niet goed. Oh, ik moet ook nog de andere blauwe autotik doen. Maar ik wil eventjes die homestable zien. Krijgen we dat ook nog te zien? Ga maar die nieuwe... Ja, nieuwe homestable is het. Ik vind het wel echt een leuk liedje nog steeds. Oh, het is een beetje een ander liedje. Zijn er twee liedjes door elkaar? Volgens mij wel. Ik weet het niet. Ik heb hem niet heel hard staan. Ik moet hier omheen, denk ik. Oh, ik ben nu echt super dicht bij level 22. Nu wil ik het ook gewoon echt worden. Oké, we moeten hier zijn. Oh, dat is zo'n eng geluid. Oh, mensen zijn er helemaal raar op aan het klimmen. Die moet hier dan ook zijn. Maar dat moet toch een makkelijkere manier zijn. Om daarop te komen. Ja, hier gewoon, denk ik. Ja, dat lijkt me wel, ja. Kijk, wij doen het gewoon op de makkelijke manier. Oh, we moeten eentje naar boven. Dit is het voorwerp. We moeten de potplant terugbrengen naar Willow. Nou, doe dat eens. Weet je wat? Ik ga gewoon even badass even zelf naar die trailer heen. Ik wil even weten hoe dat eruit ziet. Anders komt er natuurlijk weer niks van. Oké, hier moet de trailer... Oh ja, tuurlijk. Stalpaard. Oké. Nou, ik vind die stal niet echt... Je hebt hier verder helemaal niks. Maar nu staat het dus letterlijk bij de S, denk ik. Stal. Niet. Weird. Nou ja, oké, okay, boeien. Wat is dit? Is dit de... Oh, dit is de waterton. Super grappig. Oké. Okay. Wat doe ik? Spring. Het enge uilengeluid weer. Oké, okay, we gaan gewoon doen alsof we de weg heel goed weten hier. Ik heb geen idee, het is een beetje dof. Maar je hebt wel hele goede verschillen qua soort van biomes, zeg maar. Nou ja, hier is het wat mistig en zo. Ja, een beetje andere vibes per kudde. Dat is wel nice. En sowieso die soort van die biomes, zeg maar, noem ik het even. Dat gebied van de krijgers is natuurlijk sowieso een beetje desertachtig. Dat vind ik echt heel gaaf, want dat hadden we nog helemaal niet in Star Stable. Ik trail weer. You all got to be kidding me dat dit de missies waren. Oké, ja, nu moet ik dus reputatiepunten gaan... doen. Krijgers. 200 van de 500. Mystieken. 100. En deze 100. Dan wil ik ook bij deze de video afsluiten. Want het is een best lange video. En hij moet eigenlijk nog vandaag online komen. Maar goed. Ik hoop dat jullie het vooralsnog leuk vonden. En ook
Ook al hebben we heel lang moeten wachten, maar het geeft niks. Ik probeer deze video zo snel mogelijk online te krijgen. En dan zien jullie de volgende keer weer. Doei!